20 oktober werd een week de aanmoedigingsprijs uitgereikt aan Rob Hermans van Oesterzwamkwekerij Zwamburg. Deze jonge ondernemer kweekt de oesterzwam op koffiedik. Start wilde hier meer over weten en maakte de volgende reportage. Koffie bevat nog heel veel voedingsstoffen. Om koffie te zetten gebruiken wij maar 0,2% van die koffiebonen en de rest gooien de meeste mensen weg. Je kunt er ook heel veel andere dingen mee doen, zoals in de tuin gooien als compost. Of gebruiken om de afvoer van je gootsteen, om die schoon te houden. Maar omdat er heel veel voedingsstoffen in zitten, kun je het beter eerst een keer oesterzwam opkweken in plaats van weggooien. We hebben vanmorgen de koffiedrap opgehaald bij de lokale horeca. Die gaan we nu mengen met andere grondstoffen, zoals de koffieschillen. Die vrijkomen bij het branden van de koffiebonen. En mergelpoeder, dat is kalk. Dat brengt de pH-waarde van de koffiedik omlaag. En uiteindelijk nog de schimmel. Gecultiveerd op hennepzaadjes is de oesterzwammenschimmel. Dat er heel veel kleine zaadjes zijn en dat makkelijk verdeeld door de koffie. Je zou één oesterzwam erin kunnen gooien, dan duurt het eeuwen voordat hij helemaal doorheen is gegroeid. Deze oesterzwam die geeft ook geen sporen, dat is een speciaal soort. Dat is puur uit gezondheidsoverwegingen. Dan doen we het substraat, toen noemen we dat ook wel, in zakken. Die zakken die maken we dicht met een hersluitbare tie wrap, zodat we die daarna weer opnieuw kunnen gebruiken. En niet hoeven weg te gooien. De zakken, daar maken we sneetjes in, zodat de schimmel kan ademen. En die hangen we in een broedruimte waar het ongeveer 20 graden is, kamertemperatuur. Zodat de schimmel lekker kan broeden en door die koffie heen kan groeien. Dan hangen die zakken ongeveer 3 tot 4 weken in de broedruimte. Dan is de schimmel helemaal door die koffie heen gegroeid. Dat simuleren we eigenlijk mee de zomer. Hij heeft het daarna zijn zin. Hij heeft voedingsstoffen, hij heeft het lekker warm. En als hij helemaal doorgroeid is, dan hangen we hem in een koele ruimte waar we de herfst simuleren. Dat geeft hem eigenlijk een temperatuurshock, waardoor de oesterzwammen uit de zakken komen groeien. De meeste oesterzwammen gaan we terug naar de horeca waar wij ook de koffiedik op halen. Dan is de cirkel weer mooi rond. Daarnaast laten we nog een oesterzwam bitterbal ervan maken. Dat is een duurzame bitterbal waarvoor je 50 tot 90 liter minder drinkwater nodig hebt om die bitterbal te maken dan een standaard rundvlees bitterbal. En hier lokaal bij Pasta Pure laten we een ravioli van maken, een gezonde variant eigenlijk als snack zijnde. De biefstuk onder de paddenstoelen wordt die ook wel genoemd. Als je de voedingswaarde van een biefstuk en een oesterzwam gaat vergelijken, zijn die nagenoeg identiek. Op de vitamine B12 na en het ijzergehalte is iets lager. Maar dat kunnen we in die bitterbal dan wel makkelijk opvangen door er wat spinazie toe te voegen. Natuur heeft een enorme voorsprong op de mensheid. En als we heel goed naar de natuur kijken, dan kun je daarmee ook banen creëren. Kun je voedselproblemen oplossen en kun je nog heel veel andere innovatieve ideeën ontdekken om de wereld gewoon te verbeteren. En dat hoeft niet altijd met een hoop technologie. Dit is gewoon eigenlijk een hele eenvoudige versie om het voedselprobleem in de wereld eigenlijk op te lossen. Als we van een zak 3 keer hebben geoogst, dan hebben we ongeveer 1 kilo oesterzwammen ervan afgehaald. En het overblijfsel, het uitgewerkte substraat, laten we drogen. En dan maken we compost van. Dat is eigenlijk, het ziet hetzelfde uit als koffie, het ruikt alleen niet meer naar cafeïne. En dat is een perfecte bodemverbeteraar. Voor de crowdfunding maken we gebruik van het platform CrowdAboutNow. Dus www.crowdaboutnow.nl/zwamburg, dan kom je op mijn crowdfunding. Daar staat verder nog meer informatie en ook de beloningen waaruit je kunt kiezen. Misschien een leuk origineel kerstcadeau of surprise cadeau is een grow kit van een prijs van 10 euro. Dat is eigenlijk een kweeksetje waarop je eigen koffiedik of wat nou filterkoffie is of koffiepads. Daar kun je dan zelf je eigen oesterzwam op kweken.